In Leeuwarden stortte de bovenste galerij in over een lengte van 4 tot 5 meter. Alle onderliggende galerijen werden meegesleurd. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar de bouw- en woningtoezicht vermoedt dat het gaat om betonrot. Ook in Gelderland kan dit tot instortingen leiden. Controle is vereist. Zeker waar het blootgesteld is aan vocht, temperatuurverschillen en dergelijke. Ja, moeten we toch regelmatig kijken of het onderhoud vraagt en ja, zeker regelmatig onderhoud plegen. Moeten mensen die in een flat wonen zich zorgen gaan maken? Het is niet zo dat de paniek hoeft uit te breken. Logisch, iedereen moet uitkijken op de weg. Iedereen moet overal uitkijken waar die loopt en doet. En mocht je bij je flat twijfels hebben en je ziet zaken die je niet vertrouwt, is het altijd goed om die eigenaar erop aan te spreken. Maar waar moet je als flatbewoner op letten? Zo gauw als je bijvoorbeeld roestvlekken ziet of zo gauw als je scheurvorming ziet, op dat moment is het verstandig om hulp in te schakelen. Want dan kan het zijn dat de wapening die je op dat moment nog niet ziet, maar al wel aan het corroderen is, aan het roesten is. De bouw- en woningtoezicht adviseert woningbouwverenigingen en gemeenten om flats regelmatig te controleren, zodat situaties als in Leeuwarden worden voorkomen.